Oh. Oh nee, nog één. Oh nee, tegen twee. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij Sky Legends, de enige echte minigame op Dodocraft natuurlijk. Ik ga weer lekker met kijkers spelen en we zijn meteen in de mappie Oriental. Spelen we? Is dit? Ja, dit is wel heel Oriental. Wij gaan lekker spelen, ook al ben ik wel verwond vandaag. Kan je het zien? Mijn vinger zit gewoon in de pleister. Of eigenlijk mijn pleister zit over mijn vinger. En ik moet even sneuits vinden, want ze hebben overpowered genomen. Oh, daar hou ik echt niet van. Ik hou niet van overpowered. Tenzij ik iemand kill. Yes! We hebben hem. Wat zit hier eigenlijk op? Power 3, oké. Ja, ik vind het zelf niet heel chill. Eerlijk gezegd. Maar weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon overpowered spelen. Fire aspect zit er ook nog op. Ik heb nog één pijl. Dat is ook niet veel. Ja, we moeten het er maar mee doen natuurlijk. Oké, hij is naar beneden gegaan. Ga ik gewoon springen. We gaan er gewoon voor. Vanaf hier hierheen. Pakken we hier nog spullen. Nog steeds een boog. Ja, ik ga maar gewoon naar het midden denk ik. Want ik heb hier niet heel veel aan. Let's go. Is er iemand naar boven? Er is volgens mij nog niemand naar boven. Dat zou wel chill zijn, want ik heb oh shit, oké, er is iemand boven. Oké, ik ga nu gewoon dichtbouwen. En rustig maar kijken of ik iets kan doen. Komt diegene naar beneden? Ja, hij komt naar beneden. Oké, ik moet echt... Oh, het is Pepijn. Shit, dat is wel een goede speler op zich. Het is ook een moderator. Oh, hij gaat naar beneden. Oké, ik zie hem nu daar. Oké, hij is gewoon naar beneden gegaan. Dat is wel chill. Dat betekent dat ik gewoon vrij naar boven kan. En zo gezegd, zo gedaan, ging de jongen door naar boven. Om even wat spulletjes te pakken. Laten wij het maar doen. Het is wel echt super chill dat hij gewoon wegging. Alright, 7 dingen. Oh, yeah. Dat is chill. Oké, oh, ik heb hier trouwens boots. Ik heb Fire Spark, Blindness, Poison. Die is wel heel sterk. En Lightning Arrow. Nou, Lightning Arrow moet ik voor oppassen. Die ga ik denk ik zelfs gewoon wegdoen. Want dat is zo'n nare spel. Maar Poison wil ik eigenlijk wel heel erg bij de hand hebben. Fire Spark. Zo. En Blindness is ook wel chill. Oké, we moeten nu gewoon rustig doen. Rustig. Er zijn nog maar... Twee andere spelers. Maar waar zijn die? Oh, die zijn hier beneden. Ik zie ze. Toch? Of niet? Ja, oké. Ze komen naar boven. Ik bedenk me net dat ik heel makkelijk met deze ex gewoon naar beneden kan. Ik moet wel oppassen voor Pepijn, want die heeft dus... Oké, nu moeten we even goed opletten. Shit, oké. Ik heb per ongeluk mezelf gepoisoned. Dat was niet mijn handigste... Oh, shit. Oh, hij heeft mij gepoisoned. Alright, ik heb hem gepoisoned. Ik denk dat ik er nu gewoon voor moet gaan. Wow. Waar is hij? Oké, weg hier. Ah, nee. Shit. Ik had gehoopt het nog te overleven. GG. Oh, dat kon zoveel beter. Maar volgens mij had hij ook niet veel levens meer door die poison. Want die is wel echt heel erg sterk. Daarom wil je natuurlijk ook naar midden. Maar we gaan gewoon nog een match doen. Let's freaking do this. Tijd voor het tweede potje. Oh, het is weer Oriental. Nou goed, dan hebben we in ieder geval onze revenge. Met welke kit spelen we eigenlijk? Ik heb geen idee. Wat voor kit zou het zijn? Ik denk normal. Laten we maar gewoon kijken. Overpowered. Oh my god, alweer. Ik ben niet heel erg van de overpowered dingen. Zoals je misschien wel kan merken aan mij.
Maar maakt niet uit. Weet je, we spelen gewoon met wat we hebben. Pak wel. Nee, ik ga voor deze. Ja, gaan we meteen naar het midden? Ik zie daar sneeuwballen. Daar hou ik niet van. Oké, er is al iemand nu alweer op het midden. Zo. Zo. Pakken wat tokens. Oké. Oké, wij gaan ook naar het midden. Hupsakee. Even snel spullen aan. Is hij al naar boven? Hij is al naar boven, shit. Oké, ik ga er gewoon snel achteraan. Hopelijk is hij alles op een rijtje aan het zetten. Wanneer ik boven kom. En dan kan ik hem gewoon... Oh my god. Oké, dit is niet heel handig. Het scheelt dat ik een pickaxe heb. Hij heeft nog niet ingeleverd volgens mij. Oh, nu wel. Nu heeft hij ze ingeleverd. Dan ga ik snel gewoon omhoog. Ik ben er bijna. Ik ben alleen bang dat hij me wel gaat aanvallen. Omdat hij me hoort aankomen. Ja, zeg maar zo. Oh my god. Ik moet ook eten. Ik moet hier weg. Ik moet eten. Ik moet eten. Oh. Oh nee. Nog één. Oh nee. Het zijn er twee. Oh. Oh shizzle. Oh. Waarom loop ik dan net weer tegen iemand anders aan? Oh. Dat was wel echt zier. Oké. We gaan gewoon nog één doen. Let's go. Dat is gewoon echt die wond, hè, jongens. Daar kon ik gewoon niet goed spelen. Dat zal het zijn. Wat spelen we? Je hebt gestemd voor basic chess. Ja, maar wat wordt het? Wat wordt het? Please, geen overpowered. Please, geen overpowered. Please. Please, please. Het is normal. Oh, shit. Hij is naar beneden. Wow. Oké. Okay. Dat was raar. Ja. Ja, oké. Okay. Ik heb in ieder geval heel vaak gehit. Ik moet nog wel mijn eigen dingen hier pakken. Zal ik gewoon meteen naar de toe gaan? Wat de heck? Gooi dus nou iets? Leek er wel op. Ze is de hele tijd iets aan en uit aan het trekken ofzo. Ik ga gewoon hier naar beneden. Hi! Oh, ze heeft wel een beter zwaard. Oeh! Oké, ik heb alles. Ik heb alles. Dat is fijn. Ik moet alleen deze persoon hier nog even afkrijgen. Oh. Ik zie niets. Ik zie niets. Let niet op mij. Let absoluut niet op mij. Oké, pak gewoon deze. Alright, ja. Ik heb zelf ook nog een chest die ik moet looten eigenlijk. Oh! Oh my god. Ik dacht dat ik de kill had. Ik dacht dat ik de kill had. Dat was wel sick geweest. Nou, we gaan gewoon even hierheen. Want dan denkt hij dat ik niet oplet. Oké. Ups, oké. Damage. Damage. Ai, oké. Okay. Nou, bijna, bijna, bijna. Ik moet me echt altijd concentreren. Daarom praat ik even niet. Maar dat zijn jullie ook al van mij gewend. Oké. Okay, dan gaan we weer snel omhoog. Volgens mij was er maar één ding boven. Oké, nou er is hier in ieder geval iemand die een beetje deze kant op komt. Trek wel even wat betere gear aan. Dat is op zich wel handig om te doen. We hebben dus ook de lava bucket nog. En de appel. Oei, oei, oei. Zo lastig. Wow. Ik bouw wel even een muurtje hier, dat als ik naar achter word geschoten. Zijn die nou aan het teamen? Oh, ik dacht ook al. Lol. Lol. Bam. Bam. Dat heet damage. Oké, nu gaan we er gewoon op af. Nu gaan we voor die kills. Dit moet ons potje worden, jongens. Oh, en ik kreeg ook nog falling damage. Hallo! Yes! Oh, die zag ze niet aankomen. Die zag ze even niet aankomen. Lekker.
Oké, komt er iemand voor de rest aan? Het lijkt er niet op. Kan ik niet gewoon naar het midden? Oh shit, er is iemand op het midden. Ai, ai, ai. Oké. Nu moeten we wel een beetje oppassen. Want ja, die spels zijn dus nogal handig om te hebben. We gaan gewoon rustig naar deze kant. Zo. Maar volgens mij zit hier niemand. Nee, zijn er dan misschien twee op het midden of zoiets? Oh, ik zag een teleport. Ik wil net zeggen... Nee, oh my god, ik zag het te laat. Ik zag gewoon op het eiland zag ik de restanten van de teleport. En ik dacht nog zo, oh shit, hij moet achter me zijn. En toen draaide ik me om en was ik net te laat. Ik had het eerder moeten weten. Maar ik vond het wel super leuk. Ik blijf dit gewoon ontzettend leuk vinden. Holy shit, dat was even een granaat. Ik vind deze game mode zo leuk om te spelen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om te kijken. Vind je het nou leuk? Knal even dat duimpje omhoog. Oh my god, de teleport weer. De teleport. Oh, wat gaat er gebeuren? Wie gaat dit winnen? Teleport is zo'n sterke skill. Oh, en Golan. Neemt hij mee naar huis? Ja hoor. Lekker gespeeld. GG. Guys, vond je het nou leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet dus niet om te abonneren voor meer video's. Mocht jij dit nou ook willen spelen, ga dan naar play.dodocraft.nl. Daar kan je het ook gewoon spelen. En wie weet kom ik daar jou wel tegen. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.